Yo kijkers van Gino Wake Games, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Gino en we gaan vandaag Rust spelen. Dit is Legacy, dat is er een oudere versie van Rust, want er is al lang een nieuwe. Maar ik vind dit wel een leuke Rust, want die andere, ja, vond ik niet echt meevallen. Maar dat gaan we ooit wel eens een keer weer uploaden. Wij gaan deze Rust gewoon lekker spelen en let's do this! Oké mensen, wij zijn dus hier beland in een radiation park. Ik kan helaas even niet de naam daarvan vinden, maar zo zit het dus nacht en er zit een beer achter me aan op de lijn. En er zit een doel in mijn healing potion. En zo je ziet haar bij healing dat het wat lager is gegaan. En ja, bij voet op zich redelijk. En bij reds dat het ook omhoog gegaan is. En er zit een beer achter me aan. Oh, hij zit weg, man. Goh, man. Maar, avontuur begint al heel goed. Ik moet naar de radiation gaan, maar de beer zit achter me aan. En ik kan hem afschudden als ik in radiation park ga, daar bij die huisjes. Dus, maar mijn radiation kan ook wel hoog, maar ik hoop dat er kistjes liggen. Maar het is best wel druk altijd op deze server, dus... Oké, we hebben kogels en hier zit in. Shit man. Dit is een torch. Maar geen heen ding. Oh, die beest zit mij hier op te wachten. Hij zit niet meer achter me aan, daar ben ik wel heel erg blij mee. En voor de mensen die willen weten op welke server ik zit op de Lekker Spelen server. Hier heeft Game Meneer en Lekker Spelen ook op gezeten vroeger. Ik weet niet of ze er nog steeds op zitten, maar. Ja, kijk, die dingen. Oh, nice. Bandits zijn het. Ja, sorry. Ik heb dit een tijdje niet meer gespeeld. En, kijk. Red Radiation Pills. Kijk, die naam wist ik nog. Maar ik heb dit een tijdje niet meer gespeeld. Omdat, er waren te veel hackers. En, dat vond ik minder leuk worden, weet je wel. En, ja. Dus, laten we dit helemaal gaan looten. En, hier zit niks in. Voor die mensen die zich afvragen waarom ik een muts op heb, dat is nu erg bij hond, in de hondsgedeelte, heel erg in de mode. En het is ook lekker warm voor de winter ook. Dus dat doe ik gewoon. En ja. En ik hoor daar iemand. Hallo meneer! Ik hoor daar iemand. Hallo? Hier is een radiation pill. Waar ben jij? Laat je zien. Laat je horen. Hallo? Hallo meneer. Hallo. Wow, en ik ben gekild. Het houdt niet op, niet vanzelf. Het houdt niet op. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Het houdt niet op. Totdat je. Ja, jullie kunnen ook niks zien, dus daarom doe ik even die torch aan, weet je wel. Dus ja, dan zien jullie ook niks. Ik zit hier alleen maar naar zwart beeld te kijken. Maar ik zie daar een hoge toren. Dat zagen we net ook. Wow, hij had me wel op mijn hoofd geschoten, ouwe. Ik wou dat je in het echte leven ook kon zo respawnen, weet je wel. Zo gekild was dat je weer zo opnieuw bespannen, maar wow. Even stenen lopen. Hallo? Is daar iemand? Wow, hey. Kijk, ik heb een shelter gevonden. Een kleine shelter die ik niet in kan. Ik zie... Wow. Dit ziet er echt heel gestopt uit. Holy moly. Hier zie ik zo'n metal door. Ja, het is zo'n toren. Hallo? Is hier iemand? Hallo? Zijn er aardige mensen online? Ik weet in godsnaam niet waar dat is. Het moet even dag worden, want... het is... ik heb trouwens nog mijn dingen aan. Maar het moet echt even dag worden, want... jullie kunnen ook niet echt veel zien, maar... Ah, kijk, we zijn weer op de plek waar wij net waren. Ik hoop dat hij deze keer maar niet doodschiet.
Hallo meneer, ben je er nog steeds? Ik ben heel vriendelijk, je hoeft me niet dood te weer te schieten hoor. Oh nee, niet weer, alsjeblieft. Alsjeblieft, ik doe je niks aan. Hallo meneer, hi, ik doe je niks aan. Hallo meneer, hi. Wat kan ik voor u doen? Hallo, ik zie Janos. Holy, hoi, hi, hallo. Hoe maakt u het ermee met deze mooie nacht? Mooie maan is dit. Ita boy go Hollandi. Hello man. Friendly. Oh, jullie zijn English. Boy go Hollandi. Friendly. You are a friendly boy? I am. No, don't do me. No. Friendly, please. Oh my god. Wat zijn ze hier echt lekker vriendelijk. Dit is toch een lekker spelen? Dan moeten ze gewoon... Maar ze kunnen ook zich gewoon schieten. Alsjeblieft. Zijn vriendjes. Friendly. Oh, ik praat gewoon Nederland weg. Dus kunnen ze doen. En waarom zit ze dan op de... Kijk, ik rek ze lekker af met mijn tactiek. Oh. Okay, ik ga maar gewoon een beetje tactiekjes doen om niet geschoten te worden. Friendly man, friendly, please. Don't shoot me. Kook gaan echt verteld worden nu, hè? Jongen. Kook gaan echt. Wow, ik ben geraakt. Holy shit! I'm bleeding! Oh nee, ik ben aan het bloeden. Oh no, oh nee. Ik praat nog Engels. Ja, ik ga dood. Shit. Oh ja, ik ben zo dood. Ja, ik ga dood. Oh my god. Nou dames en heren, laten wij maar even wachten. Maar ik ga nu dood. Doei. Laten wij nou even maar gewoon wachten tot het dag is. En laten we dan het avontuur. Want ja, de mensen in de nacht zijn ze niet echt vriendelijk. Dat snap ik ook wel. Want rust is niet te vertrouwen. Dat hoort bij dit spelperiode. Deze legacy. Daar kan je bijna niemand vertrouwen. En daarom schieten ze ook mensen neer. Dus ja. Laten we maar weer verder gaan spelen als het dag is. Mensen, we zijn weer op een mooie, glinsterige, warme dag op rust. En laten we het avontuur weer verder gaan bezoeken. Ik zie hier mooie huisjes en ja, let's do this. Hallo, hi. Jij bent? Hallo, wie ben jij? Ik ben de Hollander. Jij bent CSGO. Ja, ben je de Hollander? Oh ja, dat ken ik nog. Hoi, wow, je schoot. Nog van die video, je weet al, maar ik zit nu opgesloten in mijn eigen huis, want iemand heeft het verneukt. En deze man schiet op mij. Ja, ik zou je willen helpen, maar ik kan er niet uit, want iemand heeft Jesse heeft me opgesloten in mijn eigen huis, dat is een kutman. Ja, maar waarom schiet je op mij? En ik ben dood, zie je? Wat zeg je? Ik schiet niet... Nou, ik ben weer doodgemaakt. Ik zeg even tegen hem dat ik dood ben. Dat ik dood ben gemaakt. Oké, mensen. Wij zijn hier dus bij een hangar, zie ik. Ik hoop dat wij hier wat vinden. Dus laten we hier gaan even rondkijken. En ik zie daar al een hert lopen of zoiets. Ja, een ander dier. Hé, hey, kijk, twee van die large medkits. Kijk hoor, dit is allemaal niet nodig. Alleen als ik een wapentje heb, is het niet nodig. Maar, ik zie daar zo'n enge wolf lopen. Dus blijven we daar maar van af, alsjeblieft. In die buurt. Maar we gaan er wel omheen. Want, meestal liggen altijd van deze huisjes liggen altijd wapens. Want ja, ik heb wel veel gespeeld zoals ik dat al zei, dus ik denk wel niet meer. Dit is al heel slecht. Ja, dan weet ik wel nog iets, maar we moeten uitpakken van die wolf daar. Oh, we moeten echt uitkijken. Ik zie daar al weer lopen. Nee, dat was gewoon een ding. Laten we maar dit gaan onderzoeken en wie weet wat er gebeurt voor ons, maar ik weet niet wat die... Oh ja,
nu niet dat hij achter ons aankomt. Oh, ja, ik fireball hem achter mij aan. En ik word gebeten. Oh, net niet. Hij zit wel achter me aan. Laten wij daar gaan even kijken. Rechts. We gaan rechtdoor. Oké, de Hollander. Ja. Ah, hier krijg ik weer deze beelden. Nee. Nou, ik ben nu aan de opname, dus... We hebben weer loop. En hier stond het ons aan, die heeft echt een leven. Ja, die zit... Nee, hij zit niet meer achter ons aan. Oké. Nou, ik weet wel dat Small Red die kant op is. Dus zullen we daar maar even heen gaan. Oké, ik zie hier Small Red. We zijn er. Oké, laten we even daar gaan weer kijken, zoals net. Want ik kom hier heel vaak, omdat hier de meeste mensen ook wel zijn. En hier wel meestal de beste loot vinden. En die beer zit achter me aan, dus weer een goede zin. Die vol gaat nu ook achter me aan. Kon ik 3. En ja, hier hoor je. Wat voor de waf. Ja. Nee, hier heb ik al in gekeken. Ah, kijk eens, een mooie pickaxe. Kijk, dan doen wij deze even hierin. Hierin. Met zijn neus in de muur. Mooi. Nu liggen er best wel goed stuk. Kijk, nog een. Ja, maar ik... Een wolf achter me, dat is ook echt frustrerend irritant. Daarom heb ik het spel ook niet. Ik heb nog geen. Boven hebben we nog niet gehad. Die doen nog achter me. Nee, ik hoor ze niet meer. Oh jawel, ik zit nog steeds helemaal, ze hebben ook echt. Letterlijk niks te doen, die beesten, man. Weer zo'n, echt zo'n, kipdag. Iemand komt even helpen, er staan Japanners voor de deur. Oké, daar moet je wel voor uitkijken, Simon. Niet racistisch bedoeld, maar ze zijn wel gevaarlijk met hun ninja-krachten. Hallo, is hier iemand? Hey, Airdrop. Oké. Dan gaan wij de Airdrop even zoeken. Ik hoop niet dat er hackers komen of andere mensen die het dus. Het is altijd meestal heel hoog. Ik hoop echt wel dat ik dit overleef. Oh, help man. Ja, kijk, dan moeten we echt jaren gaan wachten. Waarschijnlijk gaan we deze riskant nemen en kunnen we weer doodgeschoten en hebben we niks meer.
Laten wij maar die achterste nemen en dan komen we doodgaan. Dus alsjeblieft erop, laat je vallen. Alsjeblieft. Kom op. Ik wil deze airdrop, guys. Ik wil deze airdrop. Dus kom aan. Kom aan. Kom aan. Kom aan. Kom aan. Ik wil niet doodgaan. Alsjeblieft. Ik eet wat. Nee, ik moet die shit niet eten. Anders ga ik dood. Anders ga ik dood. Oké. Ja, hij valt nu naar me. Hij staat helemaal voor me. Dit. Dit is wel handig. Waar zijn nog meer dingen? Oh, ik zie daar mensen komen. Oh, die. Ja, ik moet hem helaas boeken, guys, want er zitten mensen achter me aan en die schieten nu op mij. En ik moet hem echt boeken. Want ik heb een shit. Oké, ik moet hem echt nu. Ik moet nu echt weg, want ik wil niet die kogel door mijn kop krijgen. Ik denk net zoals die eerste headshot, want die voelde wel heel hard in mij. Ik moet hem echt snel gaan, want ik ga dood van de honger en ja. Ja, Tim daar is dood. Hij is dus door die man die kogel geraakt. Wat pijnlijk, Tim. Burr. Timber boy of zo, ja. Ik hoop niet dat mijn leven, ik bedoel zijn leven aan mij verspilt. Hij kon dus goed dat hij erder op krijgen, maar ja, ik heb hout, maar daar kan ik ook niet echt veel mee. Hoe gaan we dat doen? Ik zie hier boompjes en ga ik snel een kamp voor maken. Zou die niet even op tijd zijn? Want, en die even nemen, want kijk, nu gaat dit weer omhoog. Daar ben ik wel heel blij mee. Maar dit gedeelte ken ik ook wel. Ik denk dat mensen heen kan. Niet als die man achter me zit. Kijk. Mijn healing is weer omhoog gesprongen. Maar dat gaat zo weer omlaag omdat ik honger heb. Nou, wij hebben tenminste één airdropje kunnen pakken. Ik had niet voor de tweede gewaagd. Want anders had ik ook die kogel door mijn kop gekregen. En ja, dan had ik de spullen allemaal niet meer. Laten wij maar proberen een leven te starten. En niet dat we pech hebben. We gaan met een pickaxe hout hakken. Ik weet niet of dat heel verstandig is. We moeten met een bel veel sneller. Maar we hebben niets anders. Dan gaan we achter het steentje even ons kampvuurtje neerzetten. Want als we dit in het openbaar zetten, dan ziet iedereen dat vuurtje en dan zijn we dood. En dat moeten we ook niet weer riskanten, weet je. Ja, dit is wel een goed plekje. Ja, oké. Okay. Dan gaan we hier naar crafting toe. En dan naar een campfire. En dan gaat hij craften. Ik heb hem al gelijk. Dat gaat wel heel snel. Dat ben ik wel heel chill. Dat is wel heel chill. Dat is een plugin. Dat normaal moet je altijd gewoon jaren wachten voor iets. Of ik weet niet als dat zo is altijd. Dat je... Oh, zo zet je hem aan. Je moet hem lang ingedrukt houden. Open. Dan doe je hier dat vlees in. Meestal moet je hem even splitten. Want dan gaat het sneller. Oké, nou zitten we lekker in de warme zon en nog het vuurtje. Zitten we lekker te braden. Je weet maar nooit. En het is klaar, daar ben ik heel erg blij mee. Even het vuurtje uitzetten, kijk. Oh, dit is even lekker, oh. Kijk, dit is echt even mooie momenten. Kunnen we dit ook meenemen of... Nee, volgens mij kunnen we dit niet meenemen. Dan pakken we even ons hout mee van... Oké, dan zit ik te denken om hier ergens tussen of hierboven ons huisje neer te zetten. Want anders zitten we bij dat radiation park wat wij heel veel gingen looten. En dat is ook weer... Ik vind die muziek van dat vind ik echt altijd zo'n vet spannende muziekje, weet je wel. Echt perfect. Oké, nou laten wij eerst een grond maken. Oh, die hebben we al gelijk. Ja, dat is echt handig. Ik dacht, dat gaat wel iets langer duren dan. Wauw. Die zetten wij dan... wij zetten dan...
Hier neer. Oké. Okay. Dan gaan wij van die palen neerzetten. En dat zijn pilaars. Die zetten we dan 4 keer. Ik heb nu een foutje moeten kunnen. Of ik weet niet of ik het heb gemaakt. Dan gaan wij een muur. Even kijken. 1, 2, 3 muren. 3 muren maken wij dan. Ik hoop dat we dat kunnen. Anders moeten we. Ja, helaas, we kunnen dat. We hebben nu 3 muren. 1, 2, 3. Oké. En dan moeten we nog zo'n opening maken voor zo'n doorway. Dan kunnen we daar onze metal door. Kijk, we hebben al. Oh ja, we moeten ook nog een dakkie hebben. Slash remove of zoiets. Oh, kijk, je hebt het wel. Kijk, je hebt het wel. Nice, we hebben het wel dus. Nice, oké, daar ben ik wel heel blij mee. Kijk, we hebben het wel. Kijk. En ik denk, per ongeluk neem ik een radiëntjespuls in dat ik het niet heb. Dan moeten wij hier nu een metal doormaken. Maar dat moet jij dan waarschijnlijk via de oven doen. Ik weet niet of via zo'n metal door. Metal door. Even kijken, waar staat die metal door ook weer? Ja, hier, ik heb hem. Ja, zie je, dan moet je zo'n workbench hebben. Een workbench. Oh, dan moeten we weer wood hebben. Of nee, we moeten steen hebben. Ik zeg het helemaal verkeerd. Dan moeten wij even gaan hakken. En het begint al een beetje nacht te worden. Laten we dus maar even steen gaan hakken. En ik hoop zo erg dat mensen me niet dan gaan killen. Want ik moet ook nog een sleeping bag. Zo. Hey. Ik probeer wel voorzichtig te zijn. Ik kan niet mijn benen breken. En ik zie daar al steen. Dus. Laten we die hier gaan hakken. We hebben ook leer. Oh nee, dat is enderman. We moeten een ladder hebben. Dan kunnen we daar 15 ladder was dat volgens mij. En dan kunnen wij van die sleeping bags maken. En dan kunnen wij respawnen. Als wij dan dood zijn. Even denken, heb ik wel genoeg. Dit is metal ore, dan kan ik dat in de oven doen en dan branden. Maar kijk, ja, ik heb wel genoeg nu. Ach, precies. Ja, laten we anders gewoon voor het donker een biggetje gaan killen. Dan hebben we en nog wel wat eten. En dan hebben we ladder. Volgens mij ook een biggetje. Een beer. Die moeten we niet achter ons aanleggen. Dat is ook weer een beer. Ja. Nou, ja. We moeten echt een beertje zoeken. Ik wil het ook niet weer riskanten. Maar als ik dan weer dood ben, dan moet ik weer helemaal naar mijn huis lopen. Maar, weet je wat we gaan doen? We gaan eerst gewoon even die met de door neerzetten. Even kijken als er niemand in kijkt. Hoop ik. Ja, laten wij naar boven gaan en maken we even met door een workbench. En dan zien we daar dan weer verder. En ik hoop wel dat ik erop ga, want ik denk dat ik hier links en rechts niet op kan. Dan ga ik even hier tussendoor. En ik hoop dat ik dan wel een kans krijg om hier door te komen, want anders kan ik niet kijken. Anders kan ik niet weer naar mijn huis toe. Dat moeten we ook niet hebben. Maar we zitten op zich wel op een goed plekje. We zitten tussen de bergen. Ja, we kunnen gereed worden, maar ik heb niet zoveel dingen. Dus als je een C4 hiervoor gebruikt, dat is dus een explosion ding. Die maak je meestal in één keer heb je zo'n metador kapot. Na twee keer, ik zeg het even verkeerd. Dan heb je zo'n metador kapot. En ja, dan kan je reden. Laden wij. Ik neem weer zo'n. Radiation pills. Dat is echt. Oké, waar zullen we die handig neer gaan zetten? We zetten hem wel hier neer.
Oké, okay, dan maken wij even een metal door. Een metal door. Waar ben jij, metal door? Ik, het is moeilijk om jou te vinden heel vaak. Oh, ik zie hem. Oké. Okay. Kijk, we hebben een metal door. Kijk, nu zijn we veilig, want als we hier zo'n boot, dan kunnen ze dat zo doorhakken. Dan zetten wij hier even een code op. Die ik nu niet ga laten zien. Oké, ik heb dus de code erop gedaan. En ja, we moeten eigenlijk ook nog zo'n kistje hebben eigenlijk om onze spullen erin te doen. Kijk, die kunnen we ook neerzetten. Dan kunnen we onze spullen erin doen. Want als we dood zijn, dan hebben wij er niks aan. En het begint heel donker te worden, dus ik zet even mijn torch voor jullie aan. Wij zetten die dan even hier neer. Ja. We hebben hier dus een torch aan. Wij zetten even deze. Al die spullen die wij niet nodig hebben in onze kist. En dan, gaan wij even de video afsluiten. Want ja, ik begin een beetje moe te worden omdat het... Ja, zo je ziet, als je tussen de gaatje kijkt, begint het nacht te worden. Kijk maar, als ik de torch uit doe, dan zie je ook bijna niks meer. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef een like erop. En ja, ben je nog niet geabonneerd? Doe dat lekker. Dan kan je meer van deze rustvideo's zien. En van die andere leuke video's die eraan komen. Dus ja, reageer altijd terug als het wel een leuke reactie is. En niet weer zo'n, ja, je weet wel... Nou, ik zie jullie weer volgende keer bij een nieuwe video en peace!